Goedemorgen, het is vlog 300. Superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Oh, mijn stem die slaat er van over. Joh, gewoon vlog 300. Het is toch te gek voor woorden, jongens. Het is toch niet normaal? Hou op, hou op. 300 vlogs. Ja, ik vind het heel bijzonder, heel bizar. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het nog nooit zo lang volgehouden. Ik was vroeger altijd nog aan het vloggen, maar toen hield ik het altijd maar tot vlog 20. En nu gewoon 300. Holy moly. Nou, ik vind het zo waanzinnig. Jongens, een feest vind ik het. Het is weer gewoon een feestdag, vind ik vandaag. Nou, en dan ga ik jullie voor de 300ste keer vragen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en vergeet niet te abonneren. Hij is vlog 300 of niet. Ik moet gewoon niet naar school toe. Vandaag is de generale repetitie van de voorstelling. Dus dat is ook altijd wel even spannend. Ik ga eerst even langs de supermarkt om nog even wat eten te halen. Vanaf januari ga ik ermee stoppen trouwens, jongens. Dat ik zit nu elke dag maar bij die supermarkt eten te halen. Terwijl ik thuis ook eten kan maken. Dus vanaf januari, als ik weer naar school ga, dan doe ik dat niet meer. Kappa, nou. Elke keer dat eten, slechte eten halen, hou op hoor. Jongens, kijk hoe leuk die kerstboom. Ik ook, ik vind hem zo leuk. Hij is wel heel kaal nog. Maar zitten er geen lampjes in? Ik denk dat er wel lampjes in zitten. Daar zijn hier ook allemaal leuke boompjes. Geen lampjes in zitten, vind ik gewoon geen kerstboom. Ja, over en uit. Ja. Dan vind ik het gewoon een boom met een versierde bal. Ja, dan vind ik het gewoon een naakslak. Is dit waterproof? Het is ook waterproof. Nee, dit is geen waterproof, no? Jongens, we moeten make-uppen, want we hebben straks dus generalen. Dus je moet ook echt make-up hebben. Dit is mascara. Oh, moet je make-up op? Oh, dat vind ik altijd zo erg. Wat heb ik hier? Hallo, waarom zegt niemand iets dat ik hier gewoon echt heel veel slaap in mijn ogen heb? Wat? Waar? Op mijn linkeroog. Ik zag het niet. Dood. Ik heb het. How the hell do you do this? Ik durf het niet. Is dit hier... Moet je wel echt een beetje voorzichtig mee zijn, hoor. Eigenlijk moet je dit gewoon leren. Maar wij hebben nog nooit make-up les gehad. Dus ik heb een excuus om nu te zeggen van... bijvoorbeeld iemand, help mij. Ja, ik ook hoor. Voor het eerst make-up zelf opdoen. Hoe? Oh. Waarom is die camera zo vies elke keer? Gaan, hoor. Oh, het gaat helemaal fout. Ik heb hier helemaal een vlek. Ik krijg er helemaal de Spaanse zenuwen van. Open hoor. Oh, het gaat niet weg. Dus ik zit met die... Oh, nee. Oh, ja, ik zit met die pandaplek. Maar ik ben linkshandig gehouden, help. Rechtshandig, hoe doe je dit? Ik heb Marcia nodig. Je hebt Marcia nu gewoon nodig. Eng om te doen. Want voordat je het weet... Ja. voor je het weet hang je. Waarom is zo'n wattenstaaf? Ja, geef even zo'n steen. Waarom is een wattenkwast? Ik geef hem een maken. Oh, ja. Oh, nou ga ik uit. Want als het valt... Oh, ik voel al die natte kriebels. Jongens, dit is zo difficiel. Maar jij ziet het er zo goed uit. Ik heb echt... Lijkt het wel. Ja. Ja, kom maar. Je mag duwen hoor, als het moet. Duw maar lekker die kast door. Nee hoor. Best maar ik denk dat die stift niet goed is ook. Ik vind hem... hij is leeg lijkt. Ik kijk echt op een soort Egyptische Sahara. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Een hieroglyf. Een hieroglyf. Ja. Nou, daar gaan we! Yes, ik heb het een beetje gedaan. Ja, ik zit gewoon net in mijn kop voor die tijd. Oh ja, sorry. Oh! Hey, we hebben een piano! Ik heb een touw! Meid, succes, succes! Spannend! Spannend!
Hallo guys, we zijn wat een aantal uren verder. Ik ben net klaar met de generale repetitie, ging helemaal goed. En ja, dat komt toch... Wat is dit dan? Oh my god, moet je kijken. Allemaal springkussens en dingen. Nee, maar ja, je moet toch... alles moet toch gelijk gaan vallen nu, op het moment. Want morgen zijn de voorstellingen. Dus er was nog wel wat stress, want wie gaat waar af en hoe en wie wat. En... Maar het komt allemaal helemaal goed, in ieder geval. Nou, ik ben even in het winkelcentrum, jongens. Ik ga zo lekker naar huis toe. Ik ben de hele avond vrij. Voor het eerst dat ik een avond vrij ben. Oh my god. Historisch. Dus ik ga zo lekker even chillen. Ik ga denk ik Fortnite, heb ik zo. Nu ga ik eerst even deze kerstdrama doorstaan. En dan ga ik even naar de supermarkt. Guys, ik sta nu even lekker tussen de dingetjes te koekeloeren. Tussen de kerstspelletjes bij de supermarkt. En look how cute. Dit is mini. Mickey, oh, dit vind ik zo schattig. Eigenlijk moet ik die hebben. Zo lief. Want ik heb natuurlijk de grote variant. Maar die is zo leuk. Maar ja, weet je, ook wel weer gewoon klaar. Deze is ook leuk. Van Elsa. Oeh, van Elsa. Wat leuk zeg. Die bal. Helemaal leuk. Eén nacht. Die dingetjes hier. Oké, ik ga ook even een lekker kerstkaart kopen, want onze straat die doet dan altijd, ons stukje van de straat, die doet altijd leuke kerstkaartjes naar elkaar. Ik zit even aan te kijken welke. Ik vind deze wel heel schattig. Heel koninklijk ook gewoon. Met een kerstdag en gelukkig nu gewoon simpel, maar koninklijk. Kijk, dit is leuk, zo'n os. Maar dan denk ik van ja, een os. Ja, wat moet je nou weer met een os? Oh nee, deze is leuker. Met een beertje. En een eekhoorn, dat is een vos. Heel leuk. Ik begin wel lichtelijke kerst-error te krijgen. Jongens, ik weet echt niet. Het gaat allemaal opeens zo hard. Ik heb even kerstkaart en een pannenkoeken. Gewoon voor vanavond lekker als avondsnack. Maar ik krijg zulke kerststress. Kerst is al gewoon bijna. En ik weet echt. Planning en cadeautjes en dingen. Ik moet even daarover nadenken hoe het allemaal gaat voor straks. Oké, guys. Ik ben lekker thuis. Ik heb weer een pakket gekregen. Pakketjes lopen binnen deze tijden, niet te doen. Dus die ga ik straks even openmaken. Ik ga ook even die kerstkaarten even schrijven en dan gelijk bij de buren in de bus doen. En ja, dan ga ik lekker chillen vanavond. Super veel zin in om echt even lekker niks te doen. Er zijn echt wel dingetjes die ik kan doen, zoals een vlog editen en een factuurtje maken en zo. Maar dat kan ik dan rustig tussendoor op mijn gemak doen. En ja, verder even mijn planning nog kijken en dan is het gewoon goed. Dus ik pak mijn to-do boekje er even bij die ik van, hoe heet dat? Van Sinterklaas heb gekregen. Die pak ik er gewoon even bij. Waar is mijn pen? Ik heb weer geen pen. Even een, oeh. Nou, dat is ook kapot hoor ik. Dan maar even met deze pen. Ik vind het een beetje een pen die niet echt lekker... Nee, ik wil een balpen. Dit is zo'n fineliner, weet je wel. Ik kan er niet lekker mee krassen. Dat is echt zo'n nette schrijfpen. Maar ik wil even een kraspen. Guys, al die pakketjes. Kunnen jullie het zien? Nee, jullie kunnen het net niet zien. Al die dozen hier. Oh my lord. Dit. Gekregen. Dingetjes die ik heb gekregen en zo. Moet ik echt even opruimen ergens een keer. Nou ja, dat komt wel. Een balpen. Oh, hier. Sowieso echt dit soort dingetjes. Die tassen en zo moet ik echt een keer allemaal uit gaan zoeken. Wat een zooi. Dit kan weg. Oké. Nou, dus to do. Kerst. Kaarten schrijven, pakket unboxen, vlog editen, wat nog meer? Oh ja, ik doe vanavond even TikTok live, want straks zijn natuurlijk die drukke feestdagen en heb ik ook al geen tijd denk ik om live te gaan, dus nu wil ik even TikTok live doen. Ik heb toch de hele avond niks te doen. En ja, dat is mijn enige to-do, denk ik. Ik zou niet weten wat ik anders nog moet doen. Ja, dat zou ik kunnen uitzoeken. Maar dat ga ik niet nu doen, want er komt denk ik nog wat bij, weet je. Ik krijg nog wat perspakketten volgens mij. En
Ik zou naar de sportschool kunnen gaan. Ik laat die sportschool even voor wat het is. Dat komt wel weer, jongens. Dat pakken we wel weer op. Ik had dit gekregen ook, jongens. Zo cute. Een soort kerstbal. In de vorm van patat. Een zak patat. Zo grappig. Die is zo leuk. December is ook echt de maand van karton. Overal ligt karton. Karton. Dit is straks karton. Dit is karton. Die dozen allemaal karton. Overal karton. Karton, karton. Oké, guys. Wat zullen we erop schrijven? Ik ga even kijken. Hoeveel zijn het er? Oh, dat stond erop. 10. Het zijn er 10. Kijk, dat is top. Kijk, ga open. Yes. Oké. Kijk, karton. Karton. Pen. Oké, nu is die zwarte wel mooi. Die fineliner. Om op te schrijven. Dus, er staat op prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Zou ik er dan nog iets leuks op zetten? Of gewoon echt letterlijk alleen mijn naam? Nee, ik ga er wel iets leuks op schrijven. Ik denk gewoon fijne kerst. Het is dubbelop hoor dan, maar dat geeft niet. Fijne kerst. En gelukkig nieuwjaar. Fijn 2023. En dan... leuk. En dan de naam. Oké, dat ga ik doen. Oké, ik ben even op internet even aan het kijken. Want ja, dan heb je toch altijd leukere teksten. Alleen dit is wel heel heftig hoor. Ho, 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 prettige kerstdag met heel veel gezelligheid. En natuurlijk veel liefde en geluk voor het nieuwe jaar. Nou, dat is nog wel een leuke tekst. Maar zoals dit, het licht verschijnt, de zon verschijnt, vind ik allemaal wel heel overdreven. Ik kijk even. Ik laat even weten welke ik heb gekozen dan. Oh, deze is wel gewoon goed. Ik wens je een heel mooi kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar. Die is leuk, die ga ik doen. Oh, waar is die nou? Daar. Oké, deze ga ik doen. Oké, guys, ik heb hier alle kerstkaarten. Ik ga ze nu ouderwets bij iedereen door de bus doen. Superleuk. Natuurlijk voor Nadine en Christy ook één. Wat denk jij dan? Huh? Ik voel me een soort postbode, een postduif. Oké, mijn kerstbroekje aan die ik gisteren heb gekregen. Yes! Oké, guys, ik ga even kijken wat hierin zit. Want ik moet hier natuurlijk ook even dan. Dan ga ik ook even een leuke Insta-story van maken. Dus laten we even checken. Ik ben heel benieuwd. Super benieuwd. Wat zit hierin? Auw. Oké. Karton. Ik wil een schaar hebben. Ah? Holy moly, wat is dit? Oh, dit zijn natuurlijk al... Holy moly. Jongens, vanaf nu word ik een beauty vlogger. Oh my god, van OJ Gulsen. Allemaal make-up dingetjes. Wat is dit? Een beauty blender. Body and face cover foundation. Hallo, wat is dit? Glam girl. Glow en peach. Highlights. Allemaal make-up. Wat is dit dan weer? Hyaluronic lip butterbalm. Oh my god, lippenbalsem. Oké, love it. Wat is dit dan weer? Mascara. Ook handig voor mijn shows. Mist en fix spray. Geen idee wat het allemaal is. Dit is lip serum balm. Dit is Rescue serum. Had ik ook al verteld wat dit was, dames en heren. Een eye crayon. Dit is denk ik een Glam Girl Quad Eyeshadow Palette. Smoothing primer, skin protector. Dit is UV protection poeder. En dan heb je hier nog een hydrogel eye mask. Een
masker. Nou, jongens, wat een verwerderij. Oké, wat veel ook. Allemaal make-up. En dingen, oh my lord. Nou, super bedankt, Oltje. Bedankt. Kijk, guys. Gewoon een hele bak vol make-up. Ik ga beautyvlogger worden. Hey, ik speelde het eerste potje Fortnite. En ik heb gewoon gewonnen. Moet je kijken, jongens. Oh, ik ben zo goed. Hey, we zijn wat aantal uren verder. Ik ben super, super erg aan het genieten van mijn vrije tijd. In de zin van dat ik lekker aan het chillen ben. YouTube aan het kijken, lekker aan het Fortnite. Ik heb net lekker een kop thee gezet. Ik ga nog een theetje maken. En, nu ik dit zie, dit moet ik niet vergeten. Dat kersthuisje moet ik even ergens nog maken. Ja, heerlijk aan het genieten. Een beetje vast aan het nadenken voor de feestdagen. En, nog 2 dagjes. En dan heb ik lekker vakantie, jongens. Ik heb 3 weken kerstvakantie. 3 weken. Wisten jullie nog dat ik in de zomer 1 week eerder ben begonnen? Die week vrij krijgen we zeg maar nu erbij. Dus we hebben nu 3 weken. Dus dat is echt top, weet je. Want die 6e week in de zomervakantie zou je sowieso wel een beetje... Hè, dat je denkt van nou, ik wil nou weer aan de bak, weet je wel. Dat heb ik altijd. Dus die 5 weken waren perfect. En nu heb ik lekker in de kerst 3 weken in plaats van 2 weken. Dus dat is top. Dus dan kan ik echt even lekker genieten van mijn vrije tijd en uitrusten. Maar ook dat gaat heel snel. Maar wel een fijn vooruitzicht. Dus ja, ik ben heerlijk aan het chillen, guys. Echt genieten. Top. Oh, vlogs editen. Dat moet ik ook nog doen. Als online creator is er altijd wat te doen. Jongens, hoe fijn ziet mijn vensterbank er nu uit? Een lekker bloemetje. 2 kerstboompjes. Een kaarsje. Daar nog een kaarsje. En dan een leuk palmpje. Met leuke zuurstokjes erin. Dit is toch... Nou, ik vind dit een oase, dit. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Ik ga straks nog heel even live op TikTok. En daarna ga ik lekker slapen. Morgen is het donderdag. Morgen moet ik om 12:30 op school zijn. 12:30 is middags pas, dus ik heb alle tijd. En dan gaan we 2 voorstellingen doen. Volgens mij is de eerste om 4:00, als ik het goed heb. En de tweede is volgens mij om 8:00. Volgens mij 8:00, zoiets in ieder geval. Nou, heel erg gezellig. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. We gaan allemaal maar weer zien wat morgen brengt. Voor nu, slaap lekker. En ik hoop jullie morgen allemaal weer te zien in een nieuwe vlog. Om 3:00, heel graag. Tot dan, dag. Auw, zo, dat deed zeer. Ik wou heel leuk zwaaien. Nou, doei.